Zulke grote getalen hier naartoe zijn gekomen, ondanks de warmte hier. We zijn ontzettend blij met die ventilator en ook nog die van Ben, die op mij gericht staan. Goed, we gaan maar weer snel door naar het volgende liedje. En dat is mijn poëzie draait. We'll be right back.
We'll be right back.
Friesland. Twee uur onderweg, dus dat is zo wat. Dus we zijn heel erg benieuwd naar het materiaal straks, wat er uitkomt. Dat wordt vanzelf wel prachtig en leuk, dus misschien als je even een applausje wil geven voor de jongens die zo ver zijn rijden, te komen rijden. Hoor. Mooi, dankjewel. Goed, dan gaan we naar een walsje en volgens mij hebben jullie allemaal op Facebook een berichtje gezien. Ja, heeft iedereen de tekst uit zijn hoofd geleerd? Ik zie allemaal een beetje verbaasde gezichten zo van alsjeblieft, nee, ja toch wel. Gelijk heb je. Ja, nou wat, oh jij gaat nog afkeuren. Dus we hopen wel dat jullie even meezingen en het liefst eigenlijk nog een walsje doen ook. Want dat hoort er wel bij, dat past er een beetje bij. Ja zoiets, dat begint wel aardig op te lijken. Dus het volgende liedje is Silent Sea. Thank you.
applaus voor jullie zelf. Lekker meegezongen jongens, leuk meegedanst. Sorry. Ik denk dat het jou is, want in mijn krijg ik. Oké. Wat ruikt gewisseld in? Wietse, hoe hou jij het uit? Moet je wat drinken hebben? Oh. Kan iemand wat te drinken regelen voor onze toetsenist? Wat geregeld? Want die loopt ondertussen leeg, geloof ik. Ruud? Gaat dat nog? Oké, mooi. Dan gaan we. Mietjes, oké. Nou. Fijn. Zullen we er maar meer hebben. Goed, of wisten ze wils? Ja, doe maar, hè? Ja, zullen we maar doen? Ja. Gaan we die doen. We'll be right back.
Push me from 0 to 6. We'll be right back.
even ontkoppelen. Dan kan die rustig terugloven. Goed, we gaan door naar de volgende twee liedjes. In die tussentijd kan Lietse even rustig doorlopen. Ja, ik vertel eens een leuk verhaal. En Alex die kan mee lullen, denk ik. Gezellig. Misschien kan Alex iets vertellen over het verleden hier. Daar heb jij een prachtig verhaal over, denk ik. Een prachtige anekdote misschien. Ja, dat is wel lullig natuurlijk. Daar moet ik heel erg gaan uitkijken, want ik kom hier al een tijdje. Dit is onze stamkroeg van vroeger. Hier waren wij lid, dus. Ja, ik heb er niet zo heel veel voor te vertellen hoor. Ja, dat is wel een heel spannend verhaal, hè? Ja, heel erg. Ik had gehoopt op iets anders, maar. Oh ja, dat is misschien wel leuk. Hoe vaak heb je je hoofd gestoten tegen de boog hier? Ja, dronken of niet dronken? Geen idee meer. Toen was ik dronken. Oh. Niet dronken. Oh, misschien niet dronken dan, hoor ik uit de zaal, jongens. Ja, dan was ik niet zo vaak hier. Dus ja. Het ligt allemaal vast, hè, nu. Dus. Goed, voordat we naar de bellen van Alex gaan, wil ik jullie nog even bekendmaken dat wij hier een t-shirt hebben. En dan, die kan je kopen bij Quinn. Ik geloof 15 euro. Het gaat nog heel koud, hè, voor weer een t-shirt aan. Ja, daarom. En, we gaan nu naar een heel lief en gevoelig liedje. Speciaal door Alex. Die gaat zo meteen even snotteren. Down.
dankjewel. Dat is het gevoelige liedje van Alex. Dan gaan we toch echt op onderweg naar het laatste liedje, toch? Yes. Helaas. Yes. Ik moet wel even erbij zeggen dat we heel druk bezig zijn met het schrijven van nieuw materiaal. En dat is natuurlijk ook echt hard nodig. Want ja, het moet langer duren volgens jullie, begrijp ik. Goed, dan gaan we echt naar het laatste liedje. Het laatste liedje is Derivation. Bedankt dat jullie er waren. En graag tot volgende keer. En lekker feesten dan. Oké.